Ja, mensen, welkom. Ik ben in Schagen. En ja, schilderen met één hand, hoe doe je dat? Dat gaat Paul Bakker laten zien, want die, ja, dat is zijn dagelijkse praktijk. Hij doet niet anders, hij kan niet anders. En hij kan het als de beste. En Paul heeft ook een droom. Vertelt hij ons alles over en hij gaat laten zien hoe hij werkt. Dus kijk mee met Paul. Zal er voor andere mensen een beetje vreemd uitzien misschien? Maar, dat snap ik, ja. Maar... voor mij is dit gewoon zoals ik het altijd doe. Ja, het is één deel van het schildersvak. En rollen en kwasten, daar heb je ook allemaal je manieren voor? Of dat lukt gewoon prima? Ja, het gaat allemaal zoals het hoort. Ja. Tenminste, voor mij zoals het hoort. Zelfs dit lukt nog. Ja, helaas wel. Je hebt ook een soort vingers daar, of niet? Ja. Ja, vijf vingers met nageltjes. Ja. Helemaal compleet, alleen niet volgroeid. En is dit door een ongeluk gekomen of is dit zo aangeboren? Dat is zo geboren. Ja. En hoe lang bestaat jouw bedrijf, Paul? 3 jaar als schilder. Ja. En je hebt je dus niet door laten tegenhouden, zeg maar, dat je de beschikking hebt over één hand. Mm-hmm. Wat voor gevolgen heeft dat in de praktijk voor je werk? Voor mij geen. Ik heb gewoon mijn werk, ik heb mijn vaste klantjes. Ja. Ik doe alles van behangen tot afbranden, tot sausen. Het hele schildersvak kan ik, doe ik. Mm-hmm. Dus ja. En hoe zie je dat voor anderen? Kijk, die schilder willen worden en die misschien, net als jij, geen hand hebben of iets anders wat ze in de weg kan zitten misschien. Mm-hmm. Wat heb je daar tegen te zeggen? Doen. Toch maar. Ja, spring in diepe en ga ervoor. Ja. Laat je niet tegenhouden door regels. Laat je niet uit het veld slaan. Solliciteer gewoon en ga heen zoals je bent. Laat zien wat je kan. Stel voor om gewoon een dag mee te draaien wat ik altijd doe. Of heb gedaan van, ik wil laten zien wat ik kan. En oordeel dan maar of ik het kan of niet. Ja, niet iedere werkgever zal erin meegaan, denk ik. Nee. Zeker niet. Nee. Ja, daar kunnen we lang en breed over praten, maar... Maakt het dat nog zwaarder, zeg maar, dat je alles met één hand moet doen of niet? Nou, ik ga eens in de maand, anders wat, ga ik even lekker naar de masseur. Ja? En dan laat ik wel alles even lekker losmaken. Oké. Okay. Doe heel veel met rechts, uiteraard. Ja. Dus die hebben wel aardig wat klappen te verduren, soms. Ja, ja. Dus dan laat ik het wel goed omrouwen dat ik in ieder geval mijn werk kan blijven doen. Want zoiets als een muisarm, een schildersarm, bestaat dat? Dat je te veel met één arm doet? Nou ja, ligt dat bij jou meer op de loer of niet? Jawel, kijk, ik doe alles met rechts. Dus ja. Ook de stijgendelen gaan allemaal omhoog met rechts. Ja. En dan af en toe dan is het toch een beetje zeurderig. En dan ga ik even naar de masseur en dan is het los. Voor de goede orde, dat lukt dus ook. Als je jou vraagt van Paul, bouw een stijger op voor 4 verdiepingen of zo, dan dat lukt gewoon. Ja. 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 Ik wil eigenlijk te zijner tijd in de toekomst, zou ik wel heel graag een onderneming willen beginnen die dus mensen ook een kans geeft die een afstand hebben op de arbeidsmarkt om het schildersvak te leren, want het is een prachtig vak. En mensen met één been, één arm, één oog, autisme, lichtelijk syndroom van Down kunnen in mijn ogen ook prima schilderen. Zij het niet misschien meteen binnen een jaar, alleen schuren, schoonmaken is ook een vak, dat ten eerste gezegd. Alleen dat valt allemaal te leren. En voor hen zou jij graag een leermeester willen zijn? Ja. En ben jij er ook een betere leermeester voor dan misschien anderen? Nou ja, ik ken de ongemakken die je dan kan hebben. Mm. En ik denk dat iemand die gezond is tussen haakjes, met twee handen bijvoorbeeld, die zal dat niet hebben. Nee. Dus ik denk wel dat ik de ultieme persoon ben om dat te gaan doen, ja.